te veel is. Is er nog plek in die iglo? Kijk, zo, een krullen. We hebben Oprah Winfrey, die is ook linkshandig. Wat doet zij? Oprah Windvlieg. Windvlieg. Oké, we gaan een experiment doen. Ben je er klaar voor, Pip? Ja. Ja. De koning zit erop, hè? Zo, ja. Oké, dit is hem. Welke? Er zijn twee. Welke? Een prinses, is dat een man of een vrouw? We zijn de drie musketeers. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Jesse. Ik ben Vakketje Rens. Ja, dat is. Ja, hij kijkt soms. Vakketje Rens. Ja, dat is een soort tekenprogramma, maar dat maakt niet uit. En wij zijn de Vakketjes. Wij zijn Vakketjes. We gaan vandaag de top 10 feitjes van linkshandigen. Ja. En ja, ik ben links en jij rechts. Wat denk jij, Sam? Denk je dat linkshandigen mensen beter zijn? Of dat dat is, jij bent rechtshandig. Ik denk... En Jesse en ik zijn linkshandig. Ja, ik denk dat het linkshandig is. Ja, ik ook. En wij zijn rechtshandig aan. Ik denk ook linkshandig ook. We hebben op Google gekeken en ze zeggen dat linkshandig beter is. Linkshandig zijn vele betere mensen, nee. Of niet? Box op een high five. Ik ook. Ik high five. Ja? Night drive. High five. Happy Meal. Die was wel grappig. High five. McDrive. Opnieuw. Happy Meal. Oh, ik kan het niet. Feitje nummer 1. Nee. 1 op de 10 mensen is linkshandig. 1 op de 10 mensen schrijft met deze hand. Ja. Want de meeste, want Sam, jij was, wat was jij? Rechtshandig, inderdaad. Dus als je 10 mensen naast elkaar zet, Sam, hoeveel van die mensen schrijven dan met links? Welke kant is dat? Ik ken dat niet. 1. Goed, man. Heb je zelf bedacht of is het toevallig een of andere grote broer dat in je oor heeft gefluisterd? Wie van ons is allemaal linkshandig en wie is rechtshandig? Papa, mama, papa en ik. En volgens mij ook... Mama en ik en Pip. Mama, jij en Pip zijn? Yes. We gaan nu even een filmpje kijken. Gaan we kijken. Wat denk jij? Is Pip linkshandig of rechtshandig? Links. Oké, en wat denk jij? Sam denkt rechtshandig, jij denkt rechtshandig. Nee, 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 niks. Nee. Oké, we gaan een experiment doen. Ben je er klaar voor, Pip? Ja! Ja! We hebben hier een stift. En een papier. Ik leg de stift hier neer. En... tekenen maar! En ze pakt hem met rechts, of ze gaat boven naar links. En ze houdt hem rechts. En ze tekent een hartje met rechts. Yeah, ik heb gewonnen! Oh, yes, helemaal verdrietig. Kijk hier. Oké, dus Pip is ook rechtshandig. Dus we hebben 2 linkshandigen en er zijn 3 rechtshandigen. Oké, jongens, feitje nummer 2. Vroeger werden mensen die linkshandig zijn... die werden gehandicapt genoemd. Ja, dus Jess was een gehandicapt. Ik was gehandicapt. Ja, tegenwoordig, omdat wij linkshandig zijn, dus net iets anders dan de rest, zijn wij uniek. En niet meer gehandicapt. Maar als die echte gehandicapten, dus mongooltjes, worden die dan later ook uniek? Dat ze eigenlijk, nu worden ze gehandicapt genoemd. En dan later worden ze niet meer gehandicapt genoemd, maar gewoon uniek. Ja. Eigenlijk zou dat veel mooier zijn, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, voor gehandicapt of wat dan ook. Ja, ik weet niet hoe hun denken. Maar het zou toffer zijn als hun inderdaad uniek genoemd worden. Ja. Voortaan noemen ze gewoon uniek. Ja? Mongooltjes zijn uniek. 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 Feitje nummer 3. Yes. Ja, gaat ie. Ja, oké. Pak allemaal even snel je kalender erbij. Kom. 30 augustus. 13 augustus. 13 augustus. Dat is een hele speciale dag. Voor linkshandigen. Ja, dan is het officieel linkshandige dag. Ja. Dus dan moeten alle linkshandigen verwend worden. En hoe moeten we verwend worden met cadeautjes en money. Money, ja, vind ik ook. Dus 13 augustus, stuur ons allemaal geld en cadeaus. Ja, kom je? Nee. PlayStation. Wil met PlayStation. GTA.
Jongens, er is ook een nadeel aan linkshandigen. Wat is een nadeel aan schrijven voor linkshandigen? Wat is daar een nadeel aan? Weet jij dat? Heb je wel eens problemen met schrijven? Gebeurt er dan wat bij jou? Nee. Nou, we gaan er nu achter komen. We gaan een soort testje doen. Sam, pak even de blauwe stift. Oh, wauw. Oké, Sam, dan mag jij even jouw naam op dat bord gaan schrijven. Dan mag jij nu met die blauwe stift, mag jij even op dit bord, met je rechterhand, want je bent rechts, Sam opschrijven. Jezus. Kijk, jongens, kijk dit bord. Nu even wat groot, schat. Ja. Oh, lekker. Ja. Kijk, zo, wat een krullen. Laat even jouw hand zien. Ja, kijk jongens, hier heb je geschreven. Behalve dit wondje is, wat heb je gedaan? Valt. Nou mag jij. Met jou, welke hand schrijf je? Schrijf je met die hand of schrijf je met die hand? Yes. Nou, doe eens even goed groot yes schrijven. Kijk, wat er dus gebeurt, als je dus linkshandig bent, dan schrijf je dus over je letters heen. Kijk, en laat nou eens even jouw handpalm zien. Kijk jongens, dit is dus een veel voorkomend probleem bij linkshandig, hè? Mag dat ook eens komen? Maar ik heb geleerd op school om zo te schrijven. Hè? Ja, automatisch. Automatisch gaan dus inderdaad linkshandigen die proberen of te zweven over waar ze op schrijven. Of ze gaan een beetje onder op boven schrijven, want anders krijg je altijd een vieze handpalm. Ja. Oké, jongens, tijd voor ronde nummer... Vijf! Linkshandigen, die zijn creatiever dan rechtshandigen. Weet jullie wat dat is, creatiever? Ja, meer bewegelijk. Nee, want dat zou niet allebei linkshandig zijn, want jullie zijn allebei bewegelijk. Creatiever is meer nadenken met de hersens, origineel zijn in je hersens, dingen bedenken met je hersens. Oké, nou we gaan nu eens kijken. Kijk, we hebben hier twee wc-rollen met ieder, eentje voor jou. Oh, nee, wacht. Jullie hebben allebei, wat zullen we doen? Jullie hebben allebei squishy in de hand en jullie hebben een whiteboard. Sam. Sinterklaas, ik kan een Piet maken. Oké, nou mama Piet. Oké, jongens, nou we gaan nu kijken hoe creatief Sam is. Hij rolt de wc-papier uit. De wc-papier is uitgerold. Wat ga jij doen, Jesse? Dat ga je nog niet vertellen. Oké, jongens. Wie gaat de originele zijn van deze twee jongens? Kijk eens. Het klopt dat linkshandigen ook beter zijn in tekenen. Nou, dat klopt helemaal dus. Oh, en in de boel slopen. En daar is Sammetje bezig met vouwen. Ja, en Sam is op dit moment, ik weet niet wat aan het doen. Maar... Gaat goed, schat? Even plassen. Ja, dat, Sam is wat van niersteen, daarom en plassen is zo raar. Kijk, en ondertussen is Jesse hier gewoon en de popcorn en de wc-rol en drie stift aan het maken. En de maan of zo, weet ik ook. Oké, jongens, nou, we zijn helemaal klaar. Hier hebben we Sam. Oh, ik ga de schoen invullen. Hij is gewoon, wacht heel veel voordat je gaat vullen, Pietje. Kijk, jongens, dit is dus gewoon de Pietje die Sam heeft gemaakt met armpersonaal en een veer. Maar we moeten ook even gaan even een cadeautje in. En dat tekening dat de veer is. Ja, Pietje heeft een hele hoge stem. Nou, die is lekkere schoentjes aan het vullen. En wat heb jij gemaakt? Ik heb een doek, drie stiften, wc-papier en een squishy. Wow. En wat denk je met dit twee? Een schietschijf. Ja. En wat ga je daarmee doen dan? Met een squishy moet proberen zo dicht bij die honden te richten. Oh ja. Oh, nou dat was één. Eén. Oh, Sam had vijf. Wacht even, daar komt Jesse. Oh, en dat was de wc-rol, jongens. We hebben dus aan de ene kant hebben we de Sam die een echte pietje heeft gemaakt van de wc-papier en wc-rol. En Jesse heeft met een whiteboard heeft een hele tekening gemaakt met alles erop en eraan. Laat op Instagram weten, hierin zie je nu een link in beeld, wie van de twee originele was. Hebben we Jesse de linkshandige? Of Sam de Bakker, onze rechtshandige? Tijd voor ronde nummer 6. Feitje nummer 6, Jesse. En mannen zijn veel vaker linkshandiger dan vrouwen. Ja, inderdaad. Maar het blijkt ook dat linkshandigen slimmer zijn dan rechtshandigen. Yay!
Dus jij bent rechtshandig, hè? Dus papa en ik zijn... Papa en ik. Jess en ik zijn slimmer dan jou, zeggen ze dan. Ik een beetje slijmerder dan Jess. Kijk. Krijgt de toppen niet eens af. Als mannen vaker linkshandig zijn dan vrouwen en linkshandigen zijn slimmer dan mannen, ja. Zo is het dan zo dat mannen dus eigenlijk slimmer zijn dan vrouwen? Yeah! Maar je bent nog slimmer als je linkshandig bent. Ja, dan ben je echt uberslim. Als je man bent en linkshandig, dan ben je gewoon mega slim. Ja, dat ja. Zijn wij twee! Ja! 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 We zijn zo gelukkig samen. Tijd voor nummer 8. Weten jullie wat Eskimo's zijn? Nee. Eskimo's zijn van die mensen die in iglo's wonen. Weet jullie wat iglo's zijn? Ja, dat zijn... Kom eens! Hé, hey, we gaan allemaal doen. Dit, als je... Dit is eigenlijk een iglo. Als je dit nou hier zo in had, met ijs verborgen, en dat dit hier allemaal dicht was, en dat dit... Ja? Dat is een iglo. Ja, top. En Eskimo's, dat zijn dus mensen die in iglo's wonen. Dus ze weten veel op de Noordpool, weten veel Zuidpool. Ja, dat vinden ze leuk, ik snap het ook niet. Maar Eskimo's die denken dat linkshandige mensen tovenaars zijn. Wat? Tippetappen tovenaar, ik wou dat Sam weg was in één klaar. Kom. Hij roept gewoon weggetoverd. Hoogspooksplaats was ik wel eens Jesse weg was. Nee, kom, wij hebben samen toverkracht. Ik heb nu net een bescherming over me gedaan. Oh, lekker, anders spelen we lekker niet mee. Ja, tuurlijk speel ik nog even mee. Oké, Eskimo's, laat maar, wij zijn geen tovenaars. Weg toveren, jij ging weer als we opraken. Ik dacht dat ze weggaan. Ja, en dan was ik ook weer. Ja, en dan was ik weer terug. Kon ik als een schild. En ze. Schild? Ja, ik had een schild. Eskimo, ik weet niet of je op dit moment zit te kijken naar ons. Sorry. Nee, wat? Blijf staan. Oké. Is er nog plek in die iglo? Feitje nummer 9! Yes! Oké, als beide ouders linkshandig zijn, dan is de kans dat het kind ook linkshandig is 50%. Oké, jongens, tijd voor de laatste feitje nummer 9. Heb je eentje lopen slapen of zo? Oké. Hey, luister, er zijn ook bekende mensen die linkshandig zijn. Zal ik een paar opnoemen? Kijk of je ze kennen? Ja. En Jesse, ja, inderdaad. Maar daarnaast nog een paar. Vincent van Gogh was linkshandig. Weet jullie wie dat is? Nee. Wat denk jij wat Vincent van Gogh was? Iemand. En wat deed diegene? Op de wereld. En doe eens een gokje, wat deed hij? Poepen. Vast ook wel. Wat is dat? Wat, doe eens een gok, wat zou dat nou kunnen zijn? Kasteel. Gokken! Kasteel? Gokken. Nee, het is allemaal niet goed. Oké, we hebben Oprah Winfrey, die is ook linkshandig. Wat doet zij? Oprah Windvlieg. Ja, Windvlieg. dat is een vlieg die constant scheten laat. Dus, zo gaat hij ook naar voren, dat is echt een vlieg die zo... Wat zeggen ze nog een keer? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey? Die laat dikke scheten. We hebben de volgende die ook linkshandig was. Bin Laden. Weet jullie wie dat is? Nee. Doe eens gok. Wat is hij? Bin Laden? Dylan Hagens. Bin Laden, Dylan Hagens. Oké, de volgende. Obama. Ik weet het. Wie zou Obama zijn? Meisje. Meisje. Nee, Obama was de president van Amerika. De vorige president. Oh. Oké, en we hebben prinses Amalia. Wie is ze? Prinses Amalia, dat is onze prinses van onze koning. Echt? Wacht, ik ga ook een foto laten zien. Oké, jongens. Prinses Amalia. Nou, ik heb even een foto opgezocht. Dit is onze prinses Amalia. Oh, en de koning zit er ook bij. Oh, zo, ja. Oké, dit is ze. Welke? Er zijn twee. Welke? Een prinses, is dat een man of een vrouw? En ziet onze koning eruit als een vrouw, schat? Oké, even kijken. Het is eigenlijk best mooi. Vind jij haar mooi? Ja. Oh, jeetje, nou. Amalia, als je dit hoort, dan neem even... Je mag een keer langskomen. Oh, je mag... echt waar? Of wij bij jullie. Oké, nou Amalia, als je dit hoort, we komen heel graag een keer bij jullie langs of andersom. Liever bij jullie. Die probeert gewoon even gezelligheid met de prinses Amalia. Jesse. Oké, dit was onze top 10 feitjes over linkshandigen. Nee.
Jongens, het is vandaag... Nou, niet dat we het opnemen, dat uitgezonden wordt, is het maandag. Dus of we hebben net 100.000 gehaald, of net niet. Maar het is zover, jongens. En we gaan heel veel leuke dingen doen. En ja, Piet. En ook bij 100.000 abonnees. Yay. Hey, maar we gaan allemaal leuke dingen doen met de 100.000 abonnees. Als mensen nog geen abonnees zijn, dan moeten ze zeker wel. Abonneer! Ja, en natuurlijk even een reactie plaatsen op Instagram. Want hier kan het natuurlijk dus. Ga naar Instagram. Ja, en abonneer zo snel mogelijk. Yeah. Hey, en tot de volgende keer. Doei.